Van stoomtreinen op station Hoogeveen is tot nu toe maar één zwart-wit film gevonden. Uit 1936 of 37. Het is een film van de familie Vechter. Achter de kinderen op het perron is het waterreservoirgebouw te zien. De stoomtrein komt aan uit de richting Bijlen. De locomotief is een echte jumbo uit de serie 3700. De moderne sneltreinlocomotief van de NS in die tijd. Hoogstwaarschijnlijk is dit Hoogeveen, omdat het ANWB-bord zowel Assen als Ommen weergeeft. De auto's hebben de D van Drenthe in de nummerplaat. Deze, met nummer 3623, is van onderwijzeres Jantje Bloemerts uit Veningen. Vermoedelijk stappen ze uit aan de voorkant van station Hoogeveen. De kinderen stappen op voor een reisje naar een vakantiekolonie in Egmond aan Zee. We maken een sprong in de tijd. Het is 1992. Bij Stuifzand komt een MAT 54 treinstel, ofwel Hondenkop, voorbij. In haar nadagen als NS Intercity. Het klassieke oude stationsgebouw van Hoogeveen is in 1984 al afgebroken. Maar op deze beelden uit 1992 zien we nog wel de oude goederen- en rangeersporen en het goederenperron. Allemaal al ernstig in verval. Er staat nog een werktreintje, een kraansik met een paar zandwagens. Waar nu de fietsenstalling is, staan nog gesloten goederenwagons. Dit treintype bepaalt al 30 jaar het beeld van station Hoogeveen, de koploper. Hier zien we er twee in hun originele uitvoering. Ze stopten daar in 1992 nog als intercitytrein. We stappen over op de tram en gaan ver terug in de tijd. In Hoogeveen reden twee trammaatschappijen. De eerste Drentse stoomtramwegmaatschappij, EDS, vanaf 1903. En vanaf 1905 ook de Dedemvaartse stoomtramwegmaatschappij, DSM. Het EDS-hoofdkantoor met tramremise in Hoogeveen. De tram van de EDS rijdt hier van de Hoofdstraat over het kanaal de Grote Kerkstraat in. De Hoofdstraat was toen nog een bevaarbaar kanaal. De beide tramlijnen van DSM en EDS liepen op de weg langs de Westoever. Halte Grote Kerkstraat.
Dit is net buiten het centrum, vlakbij de Koevoorderstraatweg, nu de Vos van Steenwijklaan. Op de achtergrond zien we de huizen aan de Julianastraat en heel vaag Molen de Zwaluw. Onderweg naar Noordse Schut en Nieuweroord. Dit is de trambrug van Nieuweroord. Vlak daarna lag de halte. Langs de Hogeveense Vaart trekt de tram verder naar Geesbrug en verder naar Nieuw-Amsterdam of Emmen. Het is 1925. Dit is de tram van de andere maatschappij, de DSM. We zien de tram in het stationsgebied van Hogeveen. In de meeste personentrams reden ook goederenwagens mee. Ook waren er aparte goederentrams. We zien de toekomstige concurrent van de goederentram al, de vrachtauto. Die verdringt samen met de autobus tussen 1930 en 1940 de trams. Opnieuw de Hoofdstraat. De tram stopt om melkpullen over te laden van de pullenbok in het kanaal op de DSM-tram. Over de brug bij het kruis en langs de Eiermarkt. Het enige filmbeeld van de tram in Hollandse Veld. In de verte zien we de tram over de brug van het Hollandse Veldse opgaande bij het Hoekie. Vanaf hier reed de tram verder naar Slagharen. En vanaf daar kon je naar Koevoorde of Zwolle. Eind jaren 30 van de vorige eeuw werden de wegen, autobussen en vrachtwagens beter. De tram, die dan nog geen 40 jaar reed, was ineens een verouderd en minder comfortabel vervoermiddel geworden. In de Tweede Wereldoorlog was er een tijdelijke opleving. Bus en vrachtauto's stonden stil wegens brandstofschaarste. Dus werden de trams weer van stal gehaald. Na 1947 was het over en uit met de tram en werden alle lijnen opgebroken. Hier zien we EDS-personeel haar eigen tramlijn opbreken. De locomotieven en wagons gingen naar de sloop. De rails werden oud ijzer.